het verlangen. Het verlangen naar eindelijk eens een goede Nederlandse film. Is het verlangen de Nederlandse speelfilm waar wij zo heftig naar verlangen? De seks was goed. Meer dan goed. Een geheim wapen in een vuile oorlog. Gevoerd vanuit de straathoeken van hun relatie. Verliefd zijn was geen optie. Punt uit. Het verlangen gaat over een knappe schoenenverkoopster die boeken wil schrijven. Over een vieze, stotterende man die een prachtig boek heeft geschreven. En over de twee broers die het boek willen uitgeven, maar willen doen alsof de schoenenverkoopster het boek heeft geschreven. Want seks zelfs en dat soort dingen. En ja, dat levert natuurlijk gedoe op. Jij hebt het toch gelezen? Halverwege. Hoofdstuk 1. De film is van Johan Lursen. Joram. De film is van Joram Lursen. Van Alles is Liefde. En Publieke Werken, waar een van de personages zichzelf probeert te besnijden. En deze mensen spelen erin. Oké, de film begint. Lekkere, warme jazzmuziek. Geen zoete popsongs. Stijlvol. Smaakvol. En dat blijft de hele film zo. Dat zie je niet vaak bij een Nederlandse film. Mooie locaties. Is het een verplichting van het filmfonds dat elke Nederlandse film in Amsterdam wordt opgenomen? Het camerawerk is kleurrijk en sfeervol. Het camerawerk is kleurrijk en sfeervol. Vanaf seconde 1 weet je dat je geen harde strijd of dat soort crap zit te kijken. En het verlangen om de zaal te verlaten is er totaal niet. Ik kreeg een beetje Woody Allen vibes, high society, elitair, maar toch toegankelijk en een tikje banaal. Het super succesvolle boek waar de film over gaat, blijkt voornamelijk te gaan over masturberen. Het Amsterdamse accent van Chantal Jansen. Even wennen. Ik doe mijn best, het is gewoon fucking moeilijk. Maar ze ziet er lekker uit. Fucking lekker. En ze groeit wel in de rol. Er groeit iets in mijn broekje. Er groeit iets in mijn broekje. Maar ze blijft wel gewoon een beetje Chantal Jansen. De stotterende schrijver Peter Bolhuis. Tof. Vandaag iets voor me. Leuk dat iedereen zich een beetje aan het gestotter irriteert. Gijs Naber en Alex Klaassen. Sympathiek. Je vraagt je wel een beetje af, in de donkerste stukjes van je geest, of het voor Alex Klaassen überhaupt mogelijk is om een hetero te spelen. Tegen het einde gaat de film een behoorlijk zwartgallige kant op. Ondanks de voornamelijk blanke cast. Die het niet helemaal, wel een beetje, maar niet helemaal inlost. Een smiley. Niet omdat het moet, maar omdat het een hele vermakelijke Nederlandse film is waarmee ik met een smiley naar buiten liep. Is smiley een metafoor voor erectie? Nu even knikken. Ik geef hem zelfs een klein hartje. Topfilm. De film is wel geproduceerd door BNNVARA. En zij maken elke maand ons loon over. Maar voordat je denkt dat we niet objectief zijn, we maken dit ook voor NPO 3. En de NPO 3 telefilm Silk Road, die volgende week op tv komt, vonden we een waardeloze zaadfilm. Dus...